Hallo, ik ben Valérie van de Pretmeloen en ik ga met jou vandaag een heel eenvoudige piñata maken. Die ziet er als volgt uit. Daarvoor gebruiken we een grote papieren zak, een crêpepapier, vroezelpapier, prits en een schaar. We gaan eerst het crêpepapier in grote stroken knippen. We hebben ons crêpepapier in grote stukken verknipt en nu gaan we elk stuk nog in kleine reepjes knippen. Het is de bedoeling dat je niet tot het einde knipt, maar dat de reepjes een rokje gaan vormen. Zoals dit. Nu dat ons crêpepapier verknipt is, gaan we het afmeten op de zak. Als ons crêpepapier helemaal verknipt is, dan gaan we het beginnen opkleven. We beginnen van onder en we werken zo naar boven toe. Nu onze zak helemaal rondom rond versierd is met crêpepapier, gaan we hem nog decoreren met vroezelpapier. En ja, dat heet effectief vroezelpapier. Daar kun je echt heel ver in gaan. Je kunt de linten zo lang en zo kort maken als dat je zelf wilt. Je kunt daar pluimetjes aan hangen. Vooraleer dat we onze zak gaan dichtmaken, gaan we natuurlijk nog iets in doen. En misschien een paar pluimen. En confetti. Een paar lekstokken. En als je wilt, kun je er ook nog een cadeautje in verstoppen. Nu gaan we onze zak dichtmaken. Met een paar nietjes. We gaan onze piñata ook een gezichtje geven. Daarvoor gaan we ogen knippen. Ik heb gekozen voor wit en blauw, maar het kunnen gerust andere kleurogen zijn. Hè. Nu gaan we de pupillen, de blauwe pupillen, op het wit papier kleven. Hier ook kan je een beetje gek gaan. Je kan je piñata scheel laten kijken. Of omhoog, naar links of naar rechts. Dan gaan we die ogen op onze zak kleven. Mijn vorige piñata was een dame. Ik stel voor dat we het hier een heer van maken. Kunnen we misschien een snor geven? En onze meneer piñata is klaar. Heb je meer tijd, dan hoef je niet met een papieren zak te werken. Maar kan je een piñata maken met krantenpapier en behangerslijm? Je neemt een ballon, je blaast hem op, je legt daar stroken krantenpapier op en je maakt die helemaal nat met behangerslijm. Je laat dat 24 uur drogen. En als die ballon kapot geprikt wordt, kan je die heel gemakkelijk losmaken aan de binnenkant. En dan heb je eigenlijk een holle kuip of een zak ook terug die je kan beplakken. Met het crêpepapier of met het vroezelpapier. Eens de piñata helemaal volgeplakt is met bijvoorbeeld vroezelpapier, is dit het resultaat. Je moet er natuurlijk snoep in doen. We maken het gat dicht met een stukje karton en een beetje plakband. En dan kunnen we hem terug versieren met lint of met chenillendraad. Voilà. Het leukste van piñata's maken is hem kapot slaan. Dat is niet moeilijk. Gebruik een houten lepel en je slaagt er heel hard op. Ha 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 ha.